Ja. Ja? Dat wel. Ik heb hem aan de lijn, dus ik weet niet, willen jullie elkaar? Yes, weer een nieuwe video van de Gierige Gasten. Mijn naam is Nielsie. En ik ben Martijn. Maar voordat wij een nieuwe video gaan opnemen, hebben we natuurlijk iets leuks voor jullie. Want we hadden vorige week gezegd, als wij de 20.000 abonnees binnen 24 uur zouden halen, dan zou Niels... In de gracht springen. En wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben het gewoon gehaald. Voordat ik de gracht in ga, ook nog even bekendmaken wie het oranje trainingspak van vorige week heeft gewonnen. Dat is Tessa Laagstreepje Duiker. Tessa, van harte gefeliciteerd met jouw prijs. Hij komt zo snel mogelijk jouw kant op. Ja, en ik moet nu zelf de gracht in duiken. Ik ga dit rustig doen. Weet je wat we doen? Als ik nu hierin ga springen, dan gaan we meteen ook even een challenge voor volgende week alvast vastleggen. Martijn, jij gaat in een balk knijpen van de voorkant van de trein naar de achterkant van de trein lopen. Als wij binnen een week 30.000 halen. Oké, nou spring naar mij. Je bent gewoon tijd te trekken hier zo. Het is ziekelijk koud. Dit is de moment. Ga weg, jongen. 3, 2, 1. Een paal. Ik jump vol op een paal. Is het duizend mensen? Is het duizend mensen? Er ligt gewoon stroom hier! Oh. Maar ik heb het wel gedaan. Je hebt het wel gedaan. Fucking high five, man. Respect. Je bent er weer. Ja, weer helemaal droog en wel. Het was echt niet normaal koud. Ja. Maar ik kijk nu al uit naar de challenge van volgende week. Dus wil jij nou zien dat Martijn in een onderbroek helemaal van de voorkant naar de achterkant van de trein gaat? Volg ons even op Instagram. 30.000, hè? 30.000. 30.000 in... In een week. Ja, laten we lekker gaan opwarmen met een leuk itempje. Laten wij gaan proberen weer schaatsen. Gaan lunchen. Ik ga zo meteen in een restaurant zitten. Ik ga even een overheerlijke lunch bestellen. En halverwege ga jij het restaurant opbellen onder het mom dat je de eigenaar van het restaurant bent. Die vriend daar op tafel 6 met die rode pet is een vriend van mij. Kun je hem even een gratis lunch aanbieden? Het is weer gewoon een lekkere gierige video die je van ons gewend bent. Laten we kijken of het lukt. Oké, we staan onder de hoek van Venster 33. Dat is de tent van Cas Jansen. Misschien ken je hem niet, maar was vroeger echt een soapster. Mm-hmm. Dus dat is heel handig, want we weten precies hoe de eigenaar heet. Ja, maar we weten nog niet helemaal hoe die klinkt. Laten we even kijken hoe die klinkt. Oké, Cas Jansen, koffietijd, altijd goed. Er komt er steeds iets van. En nu heb ik vrij. Hij heeft een beetje wel een Gooise zeurende stem. Wel lekker zeuren, lekker op kruis. Ja, nee, top. Zou je even naar staaf kunnen lopen en zeggen dat het lunch op mij is? Ja, helemaal goed. Is dat hem? Dat is hem. Topper, dankjewel. Even denken hoor, wat moet ik zeggen? Vriend van mij, Roypet, ik ben Cas. Hoe zou Cas opnemen? Hey, met Cas. Yo, met Cas. Hey, hallo, met Cas. Weet je of Cas ook vandaag hier is? Cas? Ja? Volgens mij niet. Nee, hè? Nee. Okay. Jammer. Nee, maar nee. Ik denk ze in ieder geval wel dat ik bevriend met hem ben. Nou, Martijn mag bellen, kom maar. Hey, hallo, met Cas Jansen. Hoe is het? Hi. Ja, goed met jou? Ja, goed, goed. Hey, ik zat net op Instagram en ik zag dat een hele goede vriend van mij bij ons zit te lunchen. Ja. Zit hij daar nog? Hij heeft een rode pet op. Volgens mij zit hij op die staankrukken. Ik ga even kijken. Ja. Ben jij vriend van Cas Jansen? Ja. Ja? Dat wel? Ik heb hem aan de lijn, dus ik weet niet, willen jullie elkaar even spreken? Nee, ja, ik wil hem eigenlijk even verrassen dat hij, dat ik de rekening voor hem betaal. Oké, okay. Ja, ik ga het doorgeven. Oké, okay, super. Je krijgt je drankjes van Cas. Oh, dat is aardig. Typisch Cas. Ze ging mij Niels geven. Krijg nou ook de lunch gratis? Ze zei drankjes. Top. Ik hoef die tosti ook niet af te rekenen. Ik hoef de tosti niet af te rekenen? Of dat rekening? Nee, ja, de hele rekening. De hele rekening zou nou, dat is aardig van hem. Yes! 10 euro bespaard. Hey, mag ik even een beetje props? Ja, goed geacteerd houden.
niks aan. Ja, je moet echt stemacteur worden. Ja. Nou, al met al is het gewoon weer een geslaagd video van de Giergasten. Boom, hadden we ook weer even nodig na die deceptie van vorige week met ja, Oranje. Ja, inderdaad zeg. Wat een ontzettende zuurpruim was dat. Ja. Volgende week zijn we er gewoon weer bij en dan gaan we natuurlijk weer gewoon een vette gierige streek uithalen. Donderdag uiteraard Geldrovers. Er komen nog heel veel leuke nieuwe dingen aan, maar zeggen nog helemaal niks over. Nee. Doei! Doei!